Een hele goede morgen allemaal. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag. Het is maandag 17 februari. Ik heb me al helemaal klaargemaakt. Ik heb deze hele mooie lange trenchcoat aan. Nou, grapje. Het is mijn badjas van Nienke Plas. Ik moet me gewoon omkleden. Ik heb vandaag een hele leuke dag voor de boeg. Ik heb namelijk afgesproken met Kiaar in de stad. Want we gaan shooten voor Instagram. En dan blijven ze vanavond ook bij mij slapen. En morgen gaan we naar het theater. Dan gaan we namelijk naar een showtje van Nienke Plas. Van de Hak op de Tak in het theater. En ik ga niet alleen met Kiaar, maar ook met Sanne en Pam. Super gezellig. Ik ga me nu even klaarmaken. Oké, dan is dit de outfit geworden. Ik draag als eerste dit soort van, hoe noem je dat? Filetje / bomber van ASOS. Met daaronder deze trui van de ASOS, de broek van de H&M en heb ik het afgetopt met mijn Nike's. Superleuk, ik ga nu fietsen en net voordat ik de deur moest, gaat het regenen. Dus helemaal top. En ik heb lekker al muziekje in. Woo, baby, come my way. Heb ik in, of op, in mijn oor. En dan neem ik jullie mee. Zoals je kan zien hebben wij weer een heel boodschappenpakket gehaald voor een heel weeshuis. Kiaar, heb je hier iets op te zeggen? Nee hoor. Wat hebben we allemaal gehaald? Eten, vreten voor het leven. Hè? Gezellig. Ja. Boek, wat heb jij om je nek? Wat heb jij om je nek? Dat is mijn... Dat is mijn... Dat is mijn... Kom. Kom. Kijk. Dat was mijn dag. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag 18 februari. En ik heb mijn mooie jasje weer aangedaan, kijk. En we zijn net wakker. Het is nu 10:10. En ik ben heel vrolijk, want we gaan vanavond naar Nienke. Nienke Plas. Kijk, niet aanraken, Mattie. Dus daar heb ik super veel zin in. En we gaan nu lekker ontbijten. We gaan lekker croissantjes maken. En ja, dat gaan we eigenlijk nu doen. We gaan lekker ontbijten maken. En dat ga ik jullie natuurlijk ook meenemen in het hele proces. Want zet Jamie achter hem voor een huis en het is kaboom. Dus we gaan lekker ontbijten. Oeh, dit is dus één hele grote croissant. Kijk even dan. Nee, het is dus allemaal verschillende. Nou, Kiaar, veel plezier. Kiaar, het ei. Ja. Mag ik het in je haar gooien? Nee, grapje. Nou, hier zijn dus nu ook 6 croissants. Uno, dos, tres, cuatro, formaggi, vier, vijf. Heb jij een squast? Een wat? Een kwastje. Nee. Ik ben geen kok, dus. Doe het maar met een lepel. Bye, bitch. Nou, zo zijn uiteindelijk de croissantjes geworden. Ze zijn super bruin en super geel en mooi. Eventjes in het daglicht en zo. Ik ga lekker dit eten. En dan spreek ik die zo weer. Oké, inmiddels heb ik me klaargemaakt. Dit is de outfit. Ik draag als eerste dit overdingetje, zeg maar, wat je er overheen doet. Een soort van giletje. De trui met vlammen. De broek. En dan heb ik het afgetopt met mijn Fila's. We gaan nu richting de stad om alvast een beetje rond te lopen. En we gaan daar ook wat eten in de stad. En dan vanavond Nienke Plas. Oh my god jongens, het is weer een klager. Want eerst zegt de vriendin af voor een kaartje voor vanavond. Nou, toen dacht ik oké, ik ga even naar de stad om thuis weg te gaan. Heb ik godverdomme een klapband. Again. Dus Kiaar, deze dag zit niet echt heel erg mee. Maar dat houdt de positiviteit naar beneden. Hey, dat rijmt. Gezel, we gaan nu even lekker een hapje. Een taartje eten op mijn werk of zo. Gezellig, super zin in ook. Ik hoop dat ik niet stik in die appeltaart, want dan kan je helemaal opvegen. En ik heb een glas van mijn enkel. Maar goed, helemaal fantastisch. Oké, we zitten dus nu bij Qualitaria. We zijn lekker aan het eten. Kiaar, het is buiten -12. En wat haal jij? Ice cream. En waar zit ik aan? Cola. Cola light. Oh nee, cola zit normaal. Normaal en cola. We zijn nu aan het wachten op Pam.
en op Sam, dat rijmt. En Cheyenne is ook mee, maar die wil dus niet op camera, wat ik kan begrijpen. Want het is best wel awkward om een leuke vlogcamera in je snuffig te hebben. En waarom ben ik niet scherp? Hij is wel scherp op die kast, niet op mij. Hallo, ik ben de ster van deze show, hè. Dus dat. Dus we gaan lekker nog een hapje eten en dan spreek ik jullie zo. Oké, jongens, de show is afgelopen. Dan ben je lekker naar je fietsje aan het lopen. Waar sta je vervolgens in? Met je witte schoentjes. In een plas water. Die viezig is. Maar hey, mam, als je deze vlog ziet, ik ga voor jou de milfmantel bestellen. En die gaan we samen rocken. Nee, het is echt leuk. Het was echt heel leuk, hè? Kia, hoe vond je ervan? Vond je ervan? Dus, wil jij nog naar de show van de hak op de tak van Nienke Plas? Dan kan het niet meer, want alles is uitverkocht. Dus jammer! Nee, grapje. Je moet gewoon op Ticketswap kijken en zo. Kapot leuk. Doei! Oké, jongens. We moeten gaan lopen, want ik heb klapband. Ik loop echt een beetje scheef. Ik lijk wel scheef aan die Paris. Maar, ja, ik ben dus niet alleen. Ik ben nu nog met Chiara. Maar, auw. Het lopen was echt leuk geweest als het niet regende. Het regent tering hard. Dus ja, hè, jongens, ik spreek jullie thuis wel. Doei. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag vrijdag. Het is vrijdag. Even kijken welke datum het is. Het is 21 februari. Het is nu rond 11:50. Ik ga zo meteen eventjes richting de stad. Want ik ga namelijk mijn fiets ophalen. Want dinsdag had ik natuurlijk de klapband. Dus toen heb ik hem gelijk achtergelaten in de stad bij zo'n fietswinkeltje, zeg maar, die hem kon maken, fixen. Alleen, hij zei tegen mij van ja, hij is woensdag klaar. Dus die volgende dag was hij klaar. Maar ik heb nog niks gehoord. Dus ik ga er gewoon heen, want ik heb hem wel morgen nodig. Want ik ga morgen weer werken. Ik heb hier mijn outfit klaargelegd voor vandaag. Ik ga nu douchen. En dan ga ik ook eventjes nog wat op de post doen voor United Wardrobe, wat ik heb verkocht. En dan neem ik jullie mee. Oké, zoals je zou kunnen zien loop ik nu buiten. Ik ben onderweg naar de post. Pakketjesboer, want ik heb een pakketje. En daarna ga ik lekker naar de stad lopen. Lekker 20 minuutjes wandelen. Gezellig, eventjes mijn stappen doel behalen van 2 stappen per uur. Nee, grapje. Is niet waar. Maar ik ga nu even dat doen. En dan spreek ik jullie zo weer. Guys, ik heb mijn fiets weer terug. Woe! Ik ben zo blij. Hij heeft ook zeg maar mijn achterlamp gelijk gefixt. Dus ik ben echt super blij. Het kostte me wel 70 euro, of nou 60 euro. Maar ik heb nu wel weer een nieuwe achterband en een lamp. Hey, wat leuk! Oké, we zijn weer thuis. Home sweet home. En ik heb dus net lekker bij de appie deze salade gehaald. Ik voel me echt zo'n, een konijn eigenlijk. Want ik eet het letterlijk nooit. Hi knappie. Hi knappie. Ja. Ben jij ook knap? En daar ligt die andere lekker te maffen. Deze is lekker, deze is net de hele tijd tegen me aan het liggen. Hey. Kijk eens. Hi knappie.
Oké, inmiddels zit ik op de bank. Ik zit in de souterrain. Ik ben lekker The Voice aan het kijken. Terwijl ik hier in mijn George V. Masha planner mijn planning voor aankomende, dus volgende week aan het doen ben. Echt zeg maar even een soort van overzichtje maken van de komende weken. Want de weken die nu komen hierna worden echt heel druk. Het is trouwens nu even kijken. Het is nu 8:30 natuurlijk, want The Voice begint. Dus laat ook even weten in de comments voor wie jij bent als je The Voice kijkt. Dus ik ga lekker The Voice kijken en ik spreek jullie morgen weer, denk ik. Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag zaterdag. Volgens mij is het 22 februari. Ik ga zo meteen weg. Ik ga namelijk vandaag weer werken. Ik werk van 11 tot 6. En ik heb daar super veel zin in, want ik ben vandaag echt heel vrolijk. Dit is wat ik draag. Deze trui van de H&M met dit op de mouwen. De broek ook van de H&M. En dan heb ik nog geen schoenen aan. Maar dat worden denk ik mijn Nike's. En ik neem natuurlijk weer om op mijn werk, want hierin ga ik niet werken. Dus ja, ik neem jullie gewoon mee vandaag. En let's go, we gaan kijken wat deze winterende dag, want het waait heel erg buiten, gaat brengen. Dus let's go. Oké, we zijn dus klaar met werken. Woehoehoe. En ja, het is nu hoe laat? Precies 6:00. En wij zijn klaar voor vandaag. Gezel! Woehoe. Woehoe. Woehoe.